Ovidius Tristia 4.10, regels 41 tot en met 60. Temporis ilius colui fovique poetas, quod quaterant vates reat atesse deos. We beginnen deze zin met een genitiefsbepaling, namelijk temporis ilius, van die tijd. Poetas is een accusativus, een zelfstandig naamwoord. Het enige in de zin, dus temporis ilius, zal er wel iets over zeggen. Dus de dichters van die tijd. Het staat in de accusativus, het is lijnd voorwerp, namelijk van de twee persoonsvormen colui, fovique, die betekenen ongeveer hetzelfde, zoiets als ik vereerde en aanbad. Ik vereerde en aanbad de dichters van die tijd. Quodque aderant vates, que is hier het voegwoord et, dus raakt niet in verwarring door die wat vreemde vorm misschien. En zoveel vates, dat is een poëtische aanduiding voor dichters, zoveel dichters aderant er waren. Rebar, meende ik, dat is het imperfectum eerste enkelvoud van de deponens reor, in de infinitivus reri, betekent menen. Meende ik dat er deos, komt een ACI, dat er deos ad esse, dat is de infinitief, dat er goden waren of aanwezig waren. Dus, en zoveel dichters als er waren, meende ik dat er goden waren. Dus eigenlijk ziet hij de dichters aan voor een soort goddelijke machten. Saipes, Suas, Vorucres, etc. Een aantal van die dichters wordt genoemd. De eerste is Maker, daarna komt Propertius, dan Ponticus, dan Bassus en hierna nog een paar. Saipes, Suas, Vorucres, Legit. Legit is de persoonsvorm. Hij las voor, want dichters worden niet gelezen op papier, maar lezen hun werk voor. Saipes is dikwijls. Dikwijls las hij voor. En wat las hij dan voor? De accusativus Suas, Vorucres, zijn eigen vogels. Hij las zijn vogels voor, mihi, aan mij. Met die aanduiding vogels is het werk bedoeld dat Maker geschreven heeft en dat blijkbaar ging over vogels. Er wordt nog een bepaling gegeven over de dichter Maker, die staat overigens hier pas, het onderwerp. Er wordt van hem gezegd dat hij grandior, groter of ouder was, dat hij ouder was, aivo, of hij was groter, aivo, in leeftijd, vul aan, quam ego, namelijk dan ik. Dus dikwijls las mij Maker, die vul ik dus even aan vast uit de vorige zin, want dat kun je in het Nederlands eigenlijk niet doen, dat Maker helemaal uitstellen tot het laatst. Maker, die ouder was wat betreft leeftijd dan ik, hij las mij zijn vogels voor. En hij las mij nog een tweetal dingen voor. Que en quae serpens, welke slang noket er schaadt, oftewel welke slang er giftig is. En quae herba, en welk kruid juvat helpt, oftewel medicinale werking heeft. Daar las Maker over voor. Propertius, saipe, dikwijls. Suos, congeweerd met ignes, zijn vuren. Ook dat is een aanduiding van het werk. Propertius schrijft liefdeselegieën en dat zijn hier blijkbaar vurige gedichten. Dus dikwijls. Solitus, daarbij moet je aanvullen. Erat, dat is een heel vreemd werkwoord. Het werkwoord soleren, gewoon zijn, dat is een semi-deponens. Dus in het perfectum heeft dat opeens een passieve vorm. Dus solitus erat betekent hij was gewend. Propertius is het onderwerp. Wat was hij gewend te doen? Te recitaren, voor te lezen. Dus dikwijls was Propertius gewend, dikwijls suos ignes zijn vuren voor te lezen. En dan wordt er nog van Propertius gezegd, jure, dat je hier moet vertalen met op grond van zijn sodalicium. Sodalicium is vriendschap. Jure met een genitivus betekent zoiets als op grond van. Dus op grond van zijn vriendschap. En welke vriendschap is dat? Dat is de vriendschap quo. Dat staat in de ablativus. Dus dat vertaal ik maar eventjes met door, want dat blijkt hier het beste te passen. Of door welke, of misschien met welke. Hij junctus erat, hij verbonden was. En met wie was hij dan verbonden? Mihi, met mij. Dus Propertius las vaak voor uit vriendschappelijk, want hij was een vriend van Ovidius, uit vriendschappelijke overwegingen dus. Ponticus is de volgende. En er staat hier een bijzonder woord, heroo, dat is de ablativus van het woord heroous, epis. Daarbij moet je bedenken dat daar het woordje pes en in de ablativus pd bij staat. En de heroous pes is letterlijk de heldenvoet, de helden dichtvoet. En daarmee wordt bedoeld het epische metrum, oftewel de dactylische hexameter. Dus Ponticus, vanwege zijn heroïsche voet, versvoet.
En wat was hij dan vanwege zijn heroïsche versvoet? Nou, Clarus, beroemd. Dus Ponticus vanwege zijn heldenvoet. En ook Bassus, beroemd vanwege zijn jambische voeten. Of zijn jamben. En nu hebben we dus twee dichters en die schreven blijkbaar verschillende dingen, want ze schreven in verschillend metrum. De persoonsvermindering is fuere, dat is een verkorte vorm voor fuerunt. Dus die waren, wat waren ze? Dulcia membra, letterlijk betekent dat zoiets als zoete leden. En daarmee, dat kunnen we natuurlijk beter vertalen met dierbare leden, waren dierbare leden convictus mei. Weer twee persoonsvormen die door elkaar worden twee woordgroepen die door elkaar worden gegooid. Convictus mei is een genitivus van mijn vriendenkring. Convictus komt namelijk uit de vierde declinatie. Wees erop bedacht. Et tenuit nostras numerosus horatius aures. En tenuit, hij hield vast. Wie hield er dan vast? Horatius hield vast, daarmee congeweert numerosus, zomaar opeens twee woorden die met elkaar congeweren achter elkaar. Je zou bijna vergeten dat het kon. En de Horatius, die rijk was aan numerosus, rijk aan verschillende ritmes, hij schreef namelijk allerlei soorten poëzie, die hield vast, wat hield hij dan vast? Nostras aures, onze oren, lijkt me poëtisch meervoud, mijn oren. Dum, terwijl hij ferit, letterlijk zoiets als terwijl hij trof of op de grond sloeg. Daarmee wordt bedoeld dat er een ritmisch muziekje wordt gespeeld. Hij ferit ausonia lyra. Als je dit scandeert krijg je dum ferit ausonia met een lange a. Carmina culta lyra, die is ook lang. Dat is dus een ablativus. Dus terwijl hij begeleide, staat in je aantekeningen, ausonia lyra, op zijn ausonische, oftewel Italische lier, zijn Romeinse lier, Carmina culta, zijn verfijnde, zijn verzorgde gedichten. Vergilium vidi tantum. Dus ik zag Vergilius tantum alleen maar. Dus Vergilius zag ik alleen maar. Nec en niet. Dedere is de persoonsvorm, dat is een verkorte vorm van dederunt. Zij gaven, wie gaven er? Avara fata, dat is een meervoud. Dat je een poëtisch meervoud dat je gewoon als enkelvoud moet vertalen. En niet gaf, want dat komt van dare, dedere, het avara fata, het jaloerse lot of het hebberige lot. Aan wie dan? Aan Tibullus. En niet gaf aan Tibullus het hebberige lot. Wat gaf hij dan? Tempus, dat is de accusativus. De tijd. En wat voor tijd? Nou, tijd amicitiae meae. Dat is een genitivus bepaling. Zegt dus iets over die tijd. Nou kun je natuurlijk zeggen de tijd van mijn vriendschap, maar dat is wel heel gek. Laten we dus liever vertalen met voor mijn vriendschap, tijd voor mijn vriendschap. Je denkt misschien het is toch geen dativus, maar een genitivus kun je lang niet altijd alleen maar met van vertalen. En je kunt natuurlijk zeggen dat het hier dus gaat om mijn vriendschap. Dus in ieder geval ging Tibullus te vroeg dood om nog bevriend te kunnen zijn met Ovidius. Succesor fuit hic tibi Gallic Propertius illi. Fuit is de persoonsvorm. Fuit successor, hij was de opvolger. Wie was er dan de opvolger? Hic deze. Daarmee wordt bedoeld Tibullus. Tibullus, deze, was de opvolger tibi voor jou. Wie is die jou? Galle. Dat is natuurlijk de vocativus van Gallus. Dus voor jou was deze, namelijk Tibullus, de opvolger Gallus. En Propertius, vul aan, successor fuit, was de opvolger Illy voor hem. Namelijk voor Tibullus. Quartus api serie temporis ipse fui. Quartus, de vierde ap his, na deze. Ap moet je hier met na vertalen, staat in je aantekeningen. Ipse fui was ik zelf. En er staat er nog een ablativus serie in de opvolging, in het verloop. Temporis is een genitivus in het verloop van de tijd. Dus de vierde na hen in het verloop van de tijd was ik zelf. Utque ego maiores, que en ut ego, zoals ik, de maiores, de ouderen, sic, zo ook, me, mij,
colueren, dat is weer een verkorte vorm van coluerunt. Daar staat coluerunt, voor wie het niet kan lezen. Zo vereerden mij de minores, de jongeren. Dus zoals ik de ouderen vul aan vereerde, zo vereerden mij de jongeren. Nota quinon tarde facta talia meast. Est facta betekent is geworden. En nota is het vrouwelijk van notus, bekend. En bekend is geworden, non tarde, niet langzaam. Talia mea, mijn talia. En talia is een muze en wordt hier bedoeld, gebruikt als aanduiding voor de poëzie die Ovidius schrijft. Dus die noemt hij hier naar de muze die erover gaat. Er staat in je aantekeningen dat je gewoon kunt lezen dichtkunst. En bekend werd niet langzaam mijn dichtkunst. Carmina cum primum populo juvenalia legi, cum primum, toen ik voor het eerst legi, las, toen ik voor het eerst voorlas. Carmina, accusativus meervoud, gedichten. Daarbij hoort het woord juvenalia, jeugdgedichten of jeugdige gedichten. Toen ik voor het eerst mijn jeugdgedichten voorlas, populo in de dativus, aan het volk. Fuit was barba resecta. Resecta komt van resecare, betekent afsnijden. Dus was de baard afgeschoren, mihi, voor mij. Bis ve semel ve. Ve betekent of. Ofwel tweemaal, ofwel eenmaal. Wij zouden dat in het Nederlands natuurlijk andersom zeggen. Was mijn baard voor mij nog maar 1 of 2 keer afgeschoren. Moverat ingenium totam cantata per urbem nomine non vero dicta corina mihi. Moverat had in beweging gezet, derde enkelvoud van moveren. Ingenium betekent hier zoiets als het talent. Dus iets had mijn talent in beweging gezet. En wie had dan dat talent in beweging gezet? Nou, dat was Corinna. Dus daar hoort een tweetal woorden bij, namelijk dicta en cantata, 2 PPP's. Dus Corinna, die bezongen was, totam per urbem, dat hoort bij elkaar. Verspreid over de hele stad, oftewel in de hele stad. Dus mijn Corinna, die bezongen was in de hele stad, had mijn talent op gang gebracht. En van Corinna wordt nog gezegd, dicta, genoemd mihi, een dativus auctoris, door mij, met een nomine non vero, een naam niet waar, een niet ware naam, een onechte naam. Dus de naam Corinna is slechts een verzonnen naam voor een poëtisch personage. Einde van dit deel van Tristia 4.10.